Goedemorgen, middag of avond, hè, want het is online. Dit is Raveruel. En dit is Bruno van den Broeke. En we gaan een voorstelling spelen in de KVS, die heet... Ouderkind. We doen deze keer een beetje geheimzinnig, omdat mensen die naar de voorstelling zullen komen kijken, gaan dat meteen begrijpen. Er zit één idee in, dat als je dat vertelt, je het eigenlijk een beetje verknalt. En daardoor dachten we, ja, dat gaan we niet... Dat kunnen we niet vertellen. We kunnen wel vertellen, ja, het gaat over vriendschap. Wat ik wel een belangrijk onderwerp vind, zeker in deze... Ik vind dat... Ik spiel me bijna vol. Ik vind dat een rot onderwerp. Wij noemden het een dialoog over bloedbanden en verbeelding. Daar komt het wel op neer. En we hebben eigenlijk geprobeerd om het... het feit dat onze tiende samenwerking is en dat, het al dat we al 20 jaar bevriend zijn, een mee onderdeel te maken van het stuk. Gemiddeld is het eigenlijk, hebben we 1 keer om de 2 jaar samen een stuk gemaakt, wat best bijzonder is. Soms is dat gecomprimeerder op verschillende jaren en dan gaan er eens wat jaren over. Maar dit is wel een hele spannende, ja. Omdat het lang geleden is dat Raven en ik samen gespeeld hebben. Ik denk dat het 12 jaar geleden is. Eigenlijk maar 1 keer gedaan, hè. We hebben dat maar 1 keer gedaan, inderdaad. Met Pakman. Ja. Dus het is best wel bijzonder, ja. Ik denk voor u vooral, hè. Allee, ik bedoel, wat spelen betreft. Ik zit er ietske liever voor. Ietske liever, hè. Dan dat ik op de scène sta. Maar voor dit is het ook echt wel nodig. En kan het niet anders dat we daar samen voor gaan. Sorry. Dat is een camera. Daar. Ik vind het leuk om op zo'n manier te spelen dat mensen redelijk snel vergeten dat ze naar tekst aan het luisteren zijn. Ja, dat vind ik zelf ook het leukste toneel om naar te kijken. Compagnie de Coup bijvoorbeeld, dat is ook zo. Gezelschap Peter van den Eden is daar ook een meester in, die speelt ook op zo'n manier. En zo zijn er nog wel een aantal. En dat is toneel, als je mij doet vergeten dat je eigenlijk in een zaal zit. Want toneel is altijd een afspraak, hè. Je spreekt af. Mensen willen zich laten bedotten, hè. Dora van der Groen zei dat ze waarachtig liegen. Dat is toneel. Maar je moet de mensen de juiste sleutels geven en de juiste poortjes om te willen begoocheld worden door wat daar gebeurt op scène. Ja. Die klok tikt wel. Dat is altijd zo onwezenlijk, vind ik, bij toneel. Dat je dan weet van, ik ga dus letterlijk binnen een week staan wij dus om 8 uur in ons kostuumeke. Dat is toch, hè? En jij nu ook eens mee met mij voor de verandering? En hoe voel je je daarbij, Raven? Ja, ik doe half in mijn broek natuurlijk. Maar dat is goed, hè. Dat is goed, hè. De dag dat je geen stress niet meer hebt om op scène te gaan, dan moet je mee stoppen, vind ik.